Weet je wat belangrijk is als man zijnde? Heel belangrijk is verstandig eten. Drink jij veel? Drinken? Nou, niet overdreven veel. Ik bedoel, ik drink nooit meer dan ik eet. En alleen puur natuur. Dus bier en jenever en anders niks. En goed kauwen, hè? Dat is belangrijk. Goed kauwen. Dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Goed kauwen is je halve eten. En 's middags een paar glaasjes sherry natuurlijk, maar dat drink ik voor de gezelligheid, dus dat telt niet. Kijk, eten is geen kunst. We kennen allemaal wel eten. Maar verantwoord eten. Maar om nou te zeggen dat ik drink, nee. En roken, hè? Roken, bewust roken. Dat je nooit maar een beetje voor de katse kont zit weg te paffen, hè? Rook jij? Nou, niet overdrijven. Alleen filtersigaretten. Oh, hoeveel? Ja. Nou, nog geen 3 pakjes per dag. Zo. Nee, kijk, menthol. Oh, menthol. Alleen menthol filtersigaretten. Dus om nou te zeggen dat ik rook, nee. En kieren, hoe staat het daarmee? Hé, hey, kieren? Ja, wippen. Oh, wippen! Ja. Bedoel, ga jij nog een beetje behoorlijk van bil? Nou, nee, niet overdreven dat je zegt, nee. Maar door de bank? Nee, gewoon in bed. Nee? Nee, maar ik bedoel, wat is jouw moyenne qua kieren? Wat sop jij nou gemiddeld? Nou, ik bedoel, niet elke maand natuurlijk. Maar dan heb ik er ook wel eens een kwartaal bij. Nou, dat ik 4-5 keer de oudste beweging der wereld maak, zou ik maar zeggen. Nee, eerlijk? Ja, net zo makkelijk. Wat weinig, joh. Weet je hoe vaak ik kan flenzen? Nee? Elke nacht? Nee? Elke nacht. Als je wil, kun je mij elke nacht zien palen. Zo. Elke nacht. Elke nacht van Wippenstein, zeg. Hey. Nou, dan zouden ze mij na een jaartje dinsdagochtends op de stoeprand kunnen zetten. Nee, dat is een kwestie van verantwoord eten, bewust roken, kleine slokjes drinken en vooral goed kauwen, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Maar heb jij daar dan problemen mee met pompen? Nee, verder niks. Niks, geen klachten of zo. Nee, dan moet je het even zeggen. Want dat is het mooie van de tijd waarin wij en al leven. Dat je daar, dan kun je vrijer over spreken met elkaar, hè? Nee, maar dat wou ik jou dan vragen. Krijg jij er nou nooit genoeg van, zo langzamerhand? Genoeg waarvan? Nou ja, van elke nacht een punt om op te zetten. Hier hoor, hè? Man, dat is ook het mooiste wat er is, ketsen. Hé? Wat is er nou lekkerder dan pruim op sap te zetten, hè? Ja, hoor hem. Nee, kijk. Genoeg van. Nooit genoeg van. Het is wel een hoop gedoe, vind ik. Is er wel pap van? Af en toe vind ik het een hoop gedoe. Hoezo gedoe? Nou ja, voordat de voorstelling kan beginnen. Welke voorstelling? Nou, de oudste voorstelling der wereld dus. Ik een hoop gedoe, hè. Kijk, ik krijg hem wel omhoog. Ja? Maar om hem nou omhoog te halen, dat vind ik zo'n gedoe. Dat vind ik een gedoe, man. Oh. Ja. Bij mij hoor, vaak. Ja, nee, wacht even. Dus jij hebt trek om te flippen. Ja. En dan kruip je de lucht in. Ja. Maar voordat jij in de suikerpot hebt kunnen roeren, gaat hij weer plat. Precies. Oh ja. Ja, ja. Nou, dus duik ik dan maar weer in de leesportefeuille. Ja, nee. Nee, maar dan zit jij waarschijnlijk in een poreuze cirkel. Zou jij denken? Ja. Dat is waarschijnlijk psychisch. Dat is waarschijnlijk psychisch. Wat heeft mijn jongen hier nou met psychisch te maken? Fysiek is altijd psychisch. Oh. Je eet te veel zonder goed te kauwen, hè? Dus wordt niet gelijkmatig opgenomen in je bloed. Je rookt te veel en je drinkt te veel. Daardoor kun je niet regelmatig de roompotje peilen. Daardoor schiet jij weer in de stress. Je gaat nog meer roken en drinken. Je kat van de zenuwen helemaal niet meer, je slikt de hele rotzooi gewoon zo door. Je vrouw komt steeds meer tekort. Op een goede dag kom jij onverwachts thuis. Je vrouw legt in bed. Jij doet de klerenkast open. En dan staat zo'n vibrator. Zo'n vibrator, jongen. Wat is dat?
Dat is een elektrische melkboer. Maar ik wil je graag ermee helpen. Luister. Zit er geen panorama aan die leesportefeuille? Ja, zit er panorama en de nieuwe revue en de boemte illustreerte. Zit er ook in. Nou, dat zijn 80 titels per week, man. Ja, maar wat moet ik nou met papieren, joekels? Kijken en de rest erbij denken. Ja, je moet er wat voor doen als je hem omhoog wil houden. Voor niks gaat alleen de zon op. Hebben jullie een nachtkastje? Ja, 2 van Palisanda. Nou. Als jij en je vrouw nou van plan zijn om doktertje te gaan spelen, dan heb jij achter de hoofd de panorama en de nieuwe revue en de boente illustreerde opengeslagen klaarleggen op de bladzijde bij de grootste prammen hangen. Dat heet stimulatio in de seks. Vroeger was dat heel onbeleefd tegenover je vrouw, maar tegenwoordig mag dat van de FIFA. Nee, wacht even. En het is hartstikke donker. Hoe kan ik dat dan zien, al dat hout voor de deur? Hey. Hartstikke donker, waar is het hartstikke donker? Nou, in mijn slaapkamer natuurlijk. Nou, dan doe je toch eerst het licht dan, voordat je er een veeg geeft? Ja, maar dan ziet ze me toch? Nou, en? Ja, dan krijg ik hem helemaal niet meer omhoog. Dan koken de piepers meteen droog. Begrijp je? Hier. Die legt de bonk in het donker. 1977. Leg er een met een licht uit de rol deze me in Nederland in 1977. Je hebt toch wel een bedlampie? Ja, voor de leesportefeuille door te nemen. Als je nou eens begint met daar een rode zakdoek overheen te hangen. En als je dan weer een trek krijgt en een partijtje kunstbiljarten, dan heb je die zaai met je rood liggie. Begrijp je wel met een bedlampie? Wat heb ze dan aan je vrouw in bed? Nou, onderjurk. Pyjama eroverheen, duster. En dan de nachtstola. Weet je wel, zo'n zelfgebreide nachtcape voor in bed. Nou, dan moet jij die leesportefeuille nog eens helemaal op je gemak doorbladeren. Ja. Tot jij een advertentie tegenkomt van seksverzendhuis Pigalle in Maassluis. Oh jee, ja. Dat zijn toch niet die broekjes zonder kruis, hè? Dat zijn fantasieslips, opwekkende BH's. Oh nee, geen ondergoed met gaten. Nee. Nee, ik weet niet, vind ik, of er iets geamputeerd is. Weet je wel? Of wie met een gewonde milva legt te knarren. Ik weet niet. Nee, joh, luister nou. Want je kent er veel vrijer over praten tegenwoordig, dus maak er dan ook gebruik van over die dingen. Je komt toch wel? Waar? Aan je gerief. Nee, kijk, dat is het nou. Kijk. Ik kom een heel in. Ja. Maar net voordat ik ga schieten, ja, dan wordt hij weer maatje pink en dan kan ik niet komen. Dus vlak voordat de brandweer uitdrukt, hangt bij jou de slappe was weer voor de deur. Ja, precies. Kijk, dan schiet er bij mij ineens van alles door me heen, weet je wel. Dat ik de vakantiefoto's nog moet inplakken. Dat ik de wagen moet wassen. Dat ik nog een lepelrekje in de keuken moet ophangen. Ja, dus dan denk ik, ja, wat zal ik nou toch me erg moe gaan maken, hè? Alle gedoe kost je een hele doos Kleenex en je wordt er toch niet wijzer van, hè? Is het toch? Dus je denkt, wat leg ik hier eigenlijk te doen? Ja, eigenlijk wel. Dan heb jij nog nooit de orgaskraan helemaal opengedraaid. Als ze mij mijn gang lieten gaan, jongen, dan zouden ze elke week het plafond opnieuw moeten witten. Ja hoor. Net zo makkelijk. Nee, ik weet niet. Ik vind het zo'n gedoe. Alleen voor een beetje jeuk aan je snikkel en één vingerhoedje sterfsel. Ik weet niet. Zo'n gedoe. Eén vingerhoedje? Ja, nee, dat is nou een kwestie van goed eten. Goed je eten komen, dat het gelijkmatig in je bloed komt. En dan neem ik elke avond een liter Bulgaarse yoghurt toe. Jongen, nou, ik zal je vertellen, wij wonen 3 hoog, hè? Ja. Als ik met die winterpeen van mij op het moment supreme voor het open raam zou gaan staan. Ja. En ik zal richten. Ja. Dan spuit ik een volwassen vent zo van zijn brommen. Zo. Volwassen vent spuit ik dan in 1 keer van zijn brommen. Zo. Echt waar. Kwestie van goed kouwen. Dat je eten regelmatig. Nou, eerlijk waar. Ja, en nou, en dat dan 8 keer achter elkaar. Net zo makkelijk. 8 keer. Ja, vroeger toen we vrije jongen waren.
Toen wou ik nog wel eens een tweede boom opzetten. Maar ja, daar zaten dan altijd 2 of 3 weken tussen. Nou wel. En wat ik dan allemaal zie als ik door mijn remmen schiet? Ja. Cirkels, sterren, vuurwerk, bellen. Stromende bergbeker gevulde koeken. Bliksem, lammetjes, blauwe zwaailichten. Mooi, mooi. Als ik daar alleen maar aan denk, dan krijg ik de plek al zo tent in mijn broek. Liggen! Gaat liggen! Nee. Af, af! Nee! Af! Ik ben al bijna 40, maar het is mooi geweest hoor. Bij mij zullen ze de grote Piet nooit meer uit de broek krijgen. Och ja, zo levert iedereen zijn eigen persoonlijke bijdrage aan de energiecrisis, niet waar? Beetje sparen. Zoals ze zeggen, nou. Ik ga door tot ik hartstikke dood ben. Ja. En als je al mijn erecties achter elkaar zal leggen... Nou, ik wil niet veel zeggen... Maar dan kom je toch nou al van Den Haag... tot aan de Scheveningen van Pisa... en dan kan je er ook nog recht mee overeind krijgen. Zo. Acht, net zo makkelijk. Ja. Zo. Zou je niet geloven? Oh ja, hey. Goed dat ik je nou spreek. Je bent heel wat anders nou, hoor. Je bent lichamelijk dus nogal goed thuis in de mens. Dat is nou waar, heb ja. Ik heel wat anders, hoor. Nou heb ik hier, hè. Hey, hier. Hier. Op de kruin, hè. En hoe vaak ik mijn hoofd ook was, hè. Daar heb ik altijd last van Roos. Hier. Ja. Alleen hier. Ja, ik zie dus eigenlijk een plaatselijke sneeuwbui. Heel smerig wat. Nou, weet jij daar nou niks op? Dat weet ik wel. Maar dat is een beetje een vies praatje. Oh. Kun je moeilijk zo een plan publiek kwijt? Nou, kennen we dan niet even ergens heen? Nou, ga dan even mee naar Café de Sport, want dan zal ik jou als HFN uitleggen hoe het zit met die Roos. Oké, goed. Koos, kun je even bijschrijven? Alles opschrijven, Koos. Oké, dag. Dag.